Hi allemaal, ik ben Jelena en als jullie meezien, dan weten jullie dat het tijd is voor een nieuwe aflevering van Q-Time. Q-Time kunnen we op zoveel manieren nemen, gebruiken en doen. En vooral ook slim doen. En vandaag zit ik met een prachtige vrouw. Pretty, pretty perfect. En zo heet haar bedrijf ook. What we need is a little Q-Time. Ik zit vandaag met Parissa Piquet. En ze heeft een bedrijf. En het heet Pretty Perfect. En ze doet zoveel. Maar we gaan met het eerste beginnen. Wie ben jij? Ik heet Parissa. Mm-hmm. Ik ben 23 jaar jong. Mm-hmm. Ik kom uit een gezin van 5 getalenteerde meisjes, waarvan ik de 4e ben. En mm-hmm. I'm a small business owner. Ik doe make-up. Ik doe haar influence een beetje. En ik ben pas gestart met het maken van geldruikers. Geldruikers. Breng die eens een beetje dichterbij. Because this is something very pretty. Thank you. Very, very wealthy. Of very rich. Hoeveel geld is hier in dit boeket? 4000 SRD. 4000 SRD. Budgetten van 50 SRD. Wow. Yes. Money bouquets, geldruikers. Van waar het idee? How did you get here? Oké, ik ben gestart met het maken van die geldcake. Money cake. Mm-hmm. En dit was eigenlijk een uitdaging van een klant. Ze kwam naar me toe, het was de jaardag en ze zei me van, hey, kan je me helpen? Ze was al gestart. Mm-hmm. En ze zei me toen van, hey, kan je me verder helpen ermee? Ik keek ernaar en ik zei van, oké, ik wil mijn best doen. Ja, het was een uitdaging voor mij. Ik ben het aangegaan, het is gelukt en het was toen een succes. Het is viraal gegaan. Nice. Yes. En daarvoor jullie money cakes. Of tenminste de boeket alleen. Kan het vanaf 4000 SAD of any? Nee, vanaf 10 biljetten. Vanaf 10 biljetten kan je aan een model maken. Wauw. Yes. En dit is verschillende modellen kan je doen? Ja, dus meestal komen ze dan met een model wat ik op mijn page heb. Mm-hmm. Maar soms kan ik ook mijn eigen creatie gebruiken daarvan. Want dan kan ik helemaal losgaan. Ja. En, want je maakt eerst andere dingen. Wat is het gevoel dat je hierbij kreeg? Want het is best wel een grote verantwoordelijkheid om met zoveel geld bezig te zijn. Dat het, ja, als het een schuld is. En vooral, zeg maar, weet je, als je in de buurt bent, ben ik echt voorzichtig. Mm-hmm. Wanneer ze hun geld brengen, weet je dat. En die gaat denken van, hey, ik verdeel geld of zo. Yeah. Maar natuurlijk geef ik mijn klanten zekerheid dat ze me kunnen vertrouwen met hun geld, natuurlijk. En ja, ik zei mijn moeder ook altijd, ik heb security nodig. Ja, want ja, we zijn met een heel groot bedrag hier zo. Bezig, ja. En deze modelletjes, de rondjes die je maakt, of maak je ook andere vormpjes? Er zijn ook andere vormpjes. Er zijn ook andere vormpjes. En als ik dit nou wil bestellen, stel ik vind morgen, vanavond wil ik $20.000 dollar in een boeket hebben. Mm-hmm. Moet ik het vooraf? Wat is de kortste tijd dat je dat geld houdt? Of hoe gaat het? Wat is het proces om zo'n boeket te bestellen? Oké, het liefst werk ik met 3 dagen van tevoren, omdat ik dat geld niet te lang bij me wil houden. 3 dagen van tevoren, want dan heb ik ook mijn tijd, ik vind echt tijd, om dan te plakken en al dat soort dingen. En ik heb mijn moeder die me helpt, want ik hou van, zeg maar, versieren, al dat soort dingen. Maar om geld te plakken, dat doet mijn moeder. Okay. Dus dan gaat zij in de avond, van tevoren gaat zij plakken en de voorbereidingen doen. Ik heb ook mijn tante, mijn zusters. Dus 3 dagen van tevoren breng je dan je geld naar me toe. We gaan het tellen, we gaan checken van dit is dat wat je hebt gegeven. Ja, klopt. En dan geef ik aan. Want stel, ik zie hier dat je 2 rozen in hebt gezet. Kunnen er ook echte bloemen bij? Of kan ik, stel ik wel ook koekjes of snoepjes erdoor? Ja, klopt. Er is no limit to our money bouquet when it comes to you. Ja, klopt. Wanneer je komt, geef ik je aan van dit is wat je krijgt voor het bedrag. Mm-hmm. Zeg maar, je hebt zeg maar vanaf 10 biljetten, 20 biljetten, oké, dit is wat je krijgt. Mm-hmm. Maar je hebt dan ook add-ons. Dan wil je extra roos, wil je echte roos. Dus dan geef ik je al die prijzen van oké. Of je gaat zeg maar een ballon erbij. Dan ga je dan ook meer betalen ervoor. Maar het kan wel. Het kan wel. Yes. Het is een upcoming business. Je bent viraal gegaan. Ben je van plan om nog meer van dit soort dingen of dit naar een hoger level te brengen? Ja, klopt. Ik heb, ik heb meer ideeën. Maar je geeft ze eerst een deel en dan komt de rest. En we gaan niet alles. We gaan niet alles in 1 keer, zodat het een beetje leuk blijft. Wat is de grootste challenge die je tot nu toe hebt ervaren in dit proces met geldruikers of money bouquets maken? Moederdag. Ja? Ik had moederdag.
nou ja, aantal bestellingen. Mm-hmm. En ze waren grote bestellingen. Mm-hmm. Grootste was 10.000 SD. Je moet denken, zijn veel biljetten, want je gaat dan plakken. En we waren letterlijk de hele avond bezig, tot de ochtend. En ik zei mijn moeder van, voor het eerst sta ik. En dan zie ik gewoon hoe de avond voorbij gaat en het wordt licht buiten. Toen zei ik ervan, weet je wat, ik keek niet meer naar buiten. Voor mij is het nog donker, want ik wil straks slapen. Nee, ik zei er, ik wil straks slapen. Dus we hebben het afgerond. Het ging een beetje vervelend, want soms heb je altijd van, maar niet wanneer je moe bent, gaat het een beetje moeilijk. Yeah. En ze zei me van, rust even. Ik zei van, nee, maar waarom lukt het niet, weet je? Mm-hmm. En zo, maar uiteindelijk zijn ze mooi gekomen. Die mensen waren echt tevreden. Moederdag was ik echt blij. Mm-hmm. Dacht van, ze stuurden me ook video's en zo, om te laten zien hoe blij die moeders waren. Dus dat heeft me echt blij gemaakt. Als je iets kon veranderen, of als je iets nog anders zou willen zien voor dit concept van jouw bedrijf dat je nu hebt, wat zou dat zijn? Iets anders? Hoeft ook niet hoor. Just generally wondering. Because it's a genius idea. En schijnbaar is er geld in het land. Want mensen willen dit soort dingen doen. Ja, klopt. En niet veel mensen doen dit. Nou, ik wil zeg maar mijn bestellingen ook echt meer in het buitenland hebben. Mm-hmm. Toch? In het buitenland. Ik kreeg ook veel bestellingen van het buitenland. En wat kunnen we nog meer verwachten? Dus je bent nu make-up artist. Je bent hairstylist. Je hebt een small business in Money Bouquets. Er komt nog meer. Wat kunnen we nog meer van Pretty Perfect verwachten? Zo, veel meer. Veel meer. Ik wil sowieso groter worden hiermee. Mm-hmm. Ook met mijn make-up. Mm-hmm. Ik wil zeg maar mijn eigen brand. Brand, ja. Make-up brand hebben. Maar dat alles komt nog. Komt. Yes. Okay. Ik wil een boeketje bestellen. Hoe kan ik dat doen? Waar kan ik je bereiken? How does it work? Oké, via mijn Facebookpage, Pretty Perfect. Mm-hmm. Ook op het nummer. Mag ik het doorgeven? Als je wil natuurlijk. Als je van mij mag, alles. Ja? Oké, telefoonnummer 86-36-772. Mm-hmm. Mag je me dan bellen en natuurlijk ook aangeven van waarvoor je belt. Is het voor make-up of zou je dan een geldboeket willen bestellen? Ja. Jij bent er voor ons. Mag me gerust een berichtje sturen, gewoon via WhatsApp. Dat vind ik het beste, want dan kan je alle informatie in één keer doorgeven. Yes. Nou, Prinsa, je bent lekker bezig. Je hebt al gezien waar je naartoe wil gaan. Je bent ook een jonge, getalenteerde Surinaamse vrouw. Want dat heb je vanaf het begin gezegd. Klopt. Je bent bezig op alle aspecten in je leven to become a success story. And I really love that for you. Thank you. Voor we gaan afsluiten, want je hebt me al gezegd waar ik het kan halen, hoe we je kunnen bereiken, what the process is. Mag ik je boeketje even houden? Want dan kunnen we zo mooi afsluiten, so I can feel what it's like. Oké, met 4000 SRD in mijn hand. Natuurlijk mag dat als. Teresa, dankjewel voor het komen. Graag gedaan. En dankjewel voor deze mooie creatie die je maakt voor de Surinaamse gemeenschap. Hier in mijn hand heb ik 4000 SRD. Yes. And it's beautiful. It's full month of winner. Thank you. Thank you for coming. Graag gedaan. En ik kan niet wachten om te zien wat je nog meer gaat doen. Zeker. En jullie thuis ook voor het kijken. Vandaag had ik Teresa Piquet van Pretty Perfect. En ze doet heel veel dingen. Maar vandaag was ze hier om haar money bouquets, haar geldruikers, te wijzen aan Suriname. Je kan haar bereiken via haar Facebookpagina. Haar nummer is daar ook te vinden. Dus als je haar wil bellen of een appje sturen, kan dat ook. Het kan vanaf 10 biljetten, maakt niet uit welke currency. Yes. En zij maakt een prachtige creatie voor jou. So if you feel like treating someone, of als je jezelf blij wil maken, Teresa van Pretty Perfect is your girl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Remember, your time plus my time and this money bouquet is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.